ik vind het heel leuk dat, dat wifi, ik zeg altijd wifi, dat Zeeland wifi krijgt. Want het stond jaren terug, stond het al op het programma en dat kwam er maar niet van. Dat heette Draadloos Open Zeeland. En ja, dat het nu wel gaat gebeuren vind ik heel erg leuk. Ook omdat ik altijd online ben. Nou, ik vind de voordelen van een gratis netwerk vooral dat je, ja, dat je niet op, hoeft op te letten waar je bent of waar je zit om te kunnen internetten. Ik denk dat het aanbieden van wifi in Zeeland heel erg goed is voor toerisme. Ja, want je ziet ook dat dorpen die het aanbieden, dat daar mensen echt ook naar vragen. Je ziet het ook vaak terug in hotels. Ik merk dat zelf ook als ik in Frankrijk ben of in een ander gebied. Ja, als je weet dat ergens wifi is, dan maak je er ook echt wel gebruik van. En je wilt er ook best voor betalen. Dus ik vind het daar heel goed. Nou, ik zou het ook duidelijk aangeven in de kranten. Werken met stickers. Dus dat je overal duidelijk kan zien van hier is een punt van voor wifi. Dus dat je het gewoon altijd en overal kan zien. En het een keer gewoon goed in de media onder de aandacht brengen. Omroep Zeeland, noem maar op.